Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Voordat ik begin te praten over hoe je kan communiceren met geesten, leg ik snel even uit wat de gevaren kunnen zijn van het oproepen van geesten. Ik adviseer dan ook zeker niet om het zelf te gaan doen. Het kan gevaarlijk zijn om geesten op te roepen, omdat je niet weet of je met goede of slechte geesten te maken krijgt. Ook als je mentaal niet sterk in je schoenen staat, raad ik het ten zeerste af om te proberen. Ja, dit is wel goed zo hoor! Hey, het is wel goed zo! Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Het is een hele speciale video. Waarom? Wij hebben 100.000 views hebben wij op ons YouTube kanaal. Daar wil ik iedereen voor bedanken. De crew, de fans, iedereen die filmpjes bekijkt. Helemaal supergoed. Daarvoor hebben wij een speciale video die wij vanavond op gaan nemen. In het voorstukje heb je al gezien, het heeft iets te maken met geesten. Hier staat een Ouija board. Wij gaan vanavond naar het missiehuis in Hoorn. En dan gaan we door middel van een glas gaan we testen of dat werkt. Ik geloof er zelf niet in. Ja, het is natuurlijk niet helemaal legaal. Het kan zomaar zijn dat je een nachtje in de bak moet zitten, omdat het natuurlijk huisvredebreuk is. Dat terrein is afgesloten en daar mag je niet zomaar op. De cameraman van ons, Gijs, die heeft op het laatste moment afgezegd, omdat hij het toch een beetje te spannend vond. Ik vond het zelf ook een beetje spannend, maar ik ben erg benieuwd of dit gaat werken. Dus we nemen je zo mee in de auto. Nou, we zitten in de auto onderweg naar het missiehuis. Het is vroeger is het een school geweest in de jaren 60. Het is een nonnenhuis geweest vroeger en er zit een kapel in. Het is best wel een enge locatie, denk ik. Maar eerst maar eens zien om binnen te komen. Mijn naam is Albert Stegeman en dit is Undercover in Nederland. Nou, aangezien camera Gijs niet meedurfde, is het vandaag op selfie stand. We zijn onderweg naar het hek om binnen te komen. We lopen door de boesboes. Er staat een beveiligingshuisje hier vlakbij. En we gaan nou het hek over. Stap 1 is makkelijk. Hier om de hoek is de ingang. Kijk of hij los is. Kut, politie, bukken. Ik denk dat ze doorrijden, boys. Ik weet het niet zeker. Fuck. Ze komen hier naar rijden. We moeten nou rennen, kom op. Wegwijs hier ook. Helaas kwamen we het gebouw niet in. De politie was er even om de hoek. Dus we gaan nu plan B. Plan B is thuis het proberen met het welbekende Ouija-bord. En ik ben erg nieuwsgierig of het werkt. Nou, daar gaat hij dan. Bent u daar, geest? Vindt u het goed dat wij contact met u zoeken?
Geen antwoord. Vindt het goed dat wij contact met u zoeken? Mogen wij uw naam weten? Wilt u stoppen? Het is gewoon heel bizar. We vroegen of er niet gefilmd zou worden en de camera viel gewoon uit. Dus we gaan nu het snel afsluiten en dan gaan we kijken wat er gebeuren gaat. Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en ik denk dat ze nog wat wil zeggen. No. Dank u wel. Mensen, ik zei in het begin van de video dat ik er totaal niet in geloofde. Ik heb het nu met mijn eigen ogen gezien. Ik heb nog steeds een beetje een hoge hartslag. Ik vind het echt heel bizar. Dat glas dat ging gewoon heen en weer. Toen we zeiden van, vindt u het erg dat we filmden, viel de camera uit. Toen we zeiden dat we het af gingen sluiten, ging het glas naar de doei. En alles wat we vroegen werd gewoon beantwoord met ja en nee. Ik vind het bijzonder. Laatst met afsluiten ging het glas een heel rondje om het bord heen en hij eindigde precies op het startpunt, die ronde cirkel. Dat is toch niet te geloven. We speelden het op een gipsplaat, dus je kan niet bewegen met dat glas, want het is zo stroef als wat. Het lijkt wel of hij een centimeter omhoog komt en dat hij gewoon over het bord heen zweeft. Het is... Nou, dit was hem dan, de 100k special. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Een spannende video. Ik wou nog even een dikke SO doen naar cameraman Krokkie. Die Gijs even vervangen heeft voor een keertje. En, naar de volgende 100k views. Ik wil nog even aan toevoegen. Het Ouija board. Het is absoluut niet in scène gezet. Ik geloofde er echt niet in. Maar ik ben 100% overtuigd. En geloof jij er nu nog steeds niet in? Kom alsjeblieft een keer langs. Dan zal ik het... persoonlijk laten zien dat het echt waar is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Abonneer gelijk even op Thomas Vlog. Volg me op social media, Snapchat, Instagram. En tjallas!